We staan hier nu bij Nangondo. Tenminste doet even hallo. Schattig hè. Schattig hè, zo'n beestje van 1000 kilo. Nou, dit is de boom waar die in zit. 'S Ochtends zit hij in één gedeelte. Smiddags openen we de gate naar twee gedeeltes. En Ryden die zit aan de andere kant ernaast. Lekker. Nou, zoals je hoort eet hij nu een hele tak op. Dus laat staan dat je een beetje onvoorzichtig bent en je vinger in zijn mond laat. Dat doen we dus. Dat moet je dus niet doen. Je vinger kwijt. Die face, dat is Ryden. Ryden. Oh, krijg je lekker een douche. Kom je even hallo zeggen? Ja. Ryden. Hey. How are you? Dit is een van de 4 tractorladingen die ze krijgen alleen voor de nacht. En 's ochtends krijgen ze er geloof ik ook nog een stuk of 3. Bijna. Ryden, how are you? Ryden heeft dus 2 pens, zoals het eigenlijk heet. Dus dit is de eerste, lege. En hij is door het deurtje daar gegaan naar de andere kant. Ik weet, ik had een betere shot kunnen nemen. Maar de reden dat ik hier even sta, is om even aan te geven dat wij dus in de derde pen zitten. En dit is echt ongelooflijk. Hier slapen wij vannacht. Wanneer maak je dat nou mee? Mr. en Mrs. Rhino. Nou, het is inmiddels 7 uur de volgende ochtend, of bijna 8 uur eigenlijk. En zoals je ziet is alle bedrijvigheid al in volle gang. Tinus en ik hebben heerlijk geslapen. Tot een uur of 5:30. En toen konden we gelijk natuurlijk weer hard aan de slag. Moet je kijken hoe grappig het ligt met die pootjes. Ja, net een puppy van 1100 kilo. Nu komt het leuke stuk, want hij moet eigenlijk dus naar de andere kant geplaatst worden. Maar hij is nog hij kan nog wel koppig zijn. En hier is Nangondo. Goedemorgen. How are you? Yes, I made you a nice breakfast. Thank you for caring. Hij heeft net gedronken. Nou is zijn mond net zo'n papegaaitje. Dankjewel, Abby, voor het lekkere ontbijt.